Wil jij het een keer doen? Eens in de 15 afleveringen. Welkom bij de Kofferij tot Koffie Show. Koffie. Thanks! Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show. De show van Hot en Koffie. En ik wil graag een betere tagline. Dan de show van Hot en Koffie. Hij is niet goed, maar dus hij klinkt fijn. Opdracht 1 is alvast, geef ons een nieuwe tagline. Jongens, bedankt voor jullie reacties vorige week. Hulde, het ging over gamejournalistiek. Ja of nee, ik had de nee-kamp. Oh my God. No, God! Tom had het ja-kamp. Yes! We hebben het er nog steeds elke dag over hier op de zaak. Dit houdt onze gemoederen behoorlijk bezig. Ja, voor de mensen die mijn stream hadden gekeken, die weten ook dat het altijd uitmondt in zeg maar, een soort van wat fellere discussie. En dat kan gebeuren. De eerste keer was in Keulen, toen hadden we allemaal iets van 12 bier op. Bier! Uur lang, terwijl eigenlijk continu dezelfde punten voor en tegen werden gevoerd. Ja, dat is ook zo. Dat blijft ook. Bedankt voor die reacties. Hulde daarvoor. Jullie al hadden hele mooie... Koen had een hele mooie lange stelling erover. Het was echt leuk dat mensen er wel een beetje over na gingen denken. En op YouTube bedankt voor het roepen dat... En Gamescom is in augustus, YouTube. Dus echt die hele Hot Coffee Show gekeken. Wanneer is Gamescom? Wanneer is Gamescom? Hey, kan ik winnen? Je kunt Gamescom winnen. We hebben dus altijd zo van... Wanneer is de PlayStation 4 al weggegeven? Heb ik al gewonnen? Thanks YouTube voor die reactie. Vinden we ook fijn. En de likes. De stelling van deze week is... Oh nee, ik heb de naam fout trouwens, zit ik nou te denken. Oh. Ik heb de naam nog niet verbeterd. Het is Moody. Moody. Moody had de stelling... Bedankt voor die stelling. Ik vond het een hele leuke stelling. Waarom zijn veel games eendagsvliegen? En er zit een soort voetnootje onder. Games die heel even in het nieuws en daarna gewoon in een verdoemenis gat van dit is een matige game verdwijnen. Je leest nog vaker over GTA 5 dan over Far Cry Primal in de tijd dat Primal uitkwam. Als voorbeeld. Ja. Ik denk dat het antwoord best wel simpel is. Er zijn gewoon te veel goede games. En inmiddels een beetje gamer weet hoe die de mindere titels een beetje eruit moet vissen. En die vallen dan ook sneller in dat verdoemenis gat. Tegen de tijd dat Far Cry Primal uitkwam, had je echt wel iets beters te spelen, weet je wel. Je was of nog bezig met Division of zo, of je was bezig met Hitman. Je ziet toch wel snel welke van de titels beter is en welke van de titels een beetje zo'n moi-moi gevalletje is. En omdat er zoveel goede games zijn, ga je de twijfelgevalletjes gewoon wegsnijden en daardoor verdwijnen de eendagsvliegen. Denk ik. Ja. Maar, dat is waar, denk ik. Maar ik denk dat eendagsvlieg games niet per definitie... Ik denk dat het ook genregevoelig ligt. Ik bedoel... Dat wij nog steeds over GTA Online schrijven, dat komt natuurlijk net als bij League of Legends of whatever. Waar we niet over schrijven. Dat zijn allemaal online games die een lang bestaansding hebben. En Far Cry Primal heeft nooit de ambitie gehad om een online game te zijn waar je het nog heel lang over hebt. Maar dat zegt niet dat heel veel mensen zich daar prima mee vermaakt hebben voor dat moment. Ja. Ik lees ook niks meer over Dragon Age Inquisition, dat komt dus eigenlijk geen updates meer. Maar prima game, waar ik heel veel van hou. Ja, oké, maar dat was ook geen eendagsvlieg. Die heeft ook wel even getrokken nog. Ja, maar ook niet zoals GTA Online of veel andere games. GTA Online is natuurlijk ook wel echt het toppunt. Want heel 2015 stond een beetje gamersnet in het teken van GTA Online. Ja. Elk nieuwtje, elk dubbel XP weekend en zo, dat soort dingen. Maar ja, dat is ook wel het uiterste dan. Maar Moody heeft wel een goed voorbeeld. Far Cry Primal was ook echt een beetje zo van... Hier is de game, 7,5, doei. En toen later ook nog dat blijkt dat de map 1-op-1 hetzelfde is. En dat het eigenlijk dus een uitbreiding was die dus in de box is verschenen. Dus misschien heeft dat ook wel geholpen. Dat iedereen als je zat van het is meer een uitbreiding. Ja, maar we praten over heel veel games niet meer op die uit zijn. Echt heel veel games. Nee, tuurlijk. Ik zit ook te denken bijvoorbeeld een Rainbow Six Siege. Is ook iets te snel weer onder de radar gegaan. Maar ik weet wel dat duizenden mensen die game heel fanatiek spelen. Dus dat zegt niks over hoeveel plezier een groep mensen met... die game heeft. Maar ik denk dat op een gegeven moment is een game gewoon bewezen. Of het dan goed of slecht is. Op een gegeven moment heb je de game. Die wordt gewoon gespeeld door het aantal gamers. Hij is niet meer heel nieuw of relevant voor websites zoals en media zoals wij. En dan valt hij in. Als we er niet over berichten, dan hebben ook heel veel mensen het idee van er is niks meer over te doen over die game. Terwijl natuurlijk die community nog wel booming is of zo. I guess. Want ik weet, Rainbow Six Siege wordt nog steeds goed gespeeld. We schrijven er niet veel meer over, maar... Oh no! Fine. Oh god! No! Maar dan wil ik wel heel graag van jullie weten, want ik weet bijvoorbeeld dat Koen, mijn lieve co-host, Felucci. Koen met een C. Met een C. De hè? Ja. Dat die bijvoorbeeld heel veel Civ 5, Civilization 5 nog speelt, hè?
En zo zijn er heel veel mensen die nog games spelen die andere. Ik wil van jullie weten, welke game is volgens de wereld een eendagsvlieg, maar ben jij nog heel erg mee bezig? Ik vind het serieus heel tof. Welke game is echt dood voor de wereld, maar niet voor jou? Precies. Dat is inderdaad wel een leuke, ja. Ja. Heb jij er al eentje zo? Ja, nou, Dragon Age heb ik dan de laatste nog weer opgestart. Daar was ik heel tevreden mee. Ja. Oh, Viva Pinata van mij. Viva Pinata van jou, ja, dat is wel een heftige game. Omdat wel echt ver terug in de tijd. Nou, nee, toch? Ik bedoel, de tweede Viva Pinata. Oh, je kut, dat is ook alweer echt 6-7 jaar geleden. Weet je welke game ik laatst echt, nou, volgens mij 10 uur in een weekend heb gespeeld? Company of Heroes, baby. Oh, dat is ook wel... Company of Heroes heb ik heel veel gespeeld. Daar was ik heel tevreden mee ook. Ja, dat was een leuk spel, ja. Ja. Moeilijk ook. Ja, niet twee dan, hè? Wel één. Ja, twee. Ja, oh, wel twee. Oké, okay, ja. Okay. Nee, één. Nee, twee. Weet ik niet. Het was zo'n goede game, hij weet niet meer welke het was. Ze zien er ook allebei hetzelfde uit, van maar op. Eén en twee verschilt echt niks van elkaar. Maar twee speel je de Russen, hè? Twee was in de sneeuw en één niet. Oh, Ardennes Assault. Is dat twee of één? Dat is de uitbreiding op twee, volgens mij. Oké, dan heb ik twee gespeeld. Okay. Maar goed, ik wilde heel graag ook van jullie weten. Wat zijn jullie aan het spelen nog steeds af en toe waarvan je denkt, ja... Wat moet ik nu nog over Company of Heroes? Wat moeten we nog over Viva Pinata zeggen? Ja, hij draait nog steeds op 30 frames. Maar even elke week een update. Ja, hij is er nog steeds. Ja, hij werkt nog steeds. Ja. Ja. Nou ja, hij is natuurlijk laatst wel backwards compatible gegaan. Maar dat is dan ook weer echt een jaar geleden. En er was laatst een lunchtip over. We're done. We have smashed open the pinata of knowledge and gorged ourselves on its contents. And now the party's over and we feel a bit funny. Ja, dat heb ik gezien. Maar nice. Company of Heroes, ze zeggen we natuurlijk ook niks meer over. Maar ja, er is niks over te vertellen. Dus, en laat de stelling achter volgende week. Ja, en wat vind je? Ja, deze stelling kun je natuurlijk reageren met je eigen dode game. Ja, de game, dode game die voor jou in leven is. Die voor jou nog bruist in je hart. Ja. Ja, mooi. Maar voor de rest gewoon denkt van, Dus, we zijn benieuwd. En inderdaad, nieuwe stelling, drop hem. En als je op YouTube kijkt, drop een likeje, want anders dan... Ja. Wil je ook elke week door ons afgezekerd worden? Drop een like op YouTube. Ja. Sorry dat we af en toe zo hatelijk zijn tegenover YouTube. Maar... Dat we daar ook mee moeten stoppen. Ja, oké. Met YouTube. Ja, want ze zijn allemaal kut. Dat is sinds de derde keer dat wij beloven te stoppen met de Hot Coffee Show op YouTube. En altijd als we het doen, hebben we 300 reacties met... Nee, stop niet! Maar uiteindelijk... 300 reacties hebben we nooit gehad. Nee, dat is inderdaad ook zo. Maar nee, het is een grapje. Met liefde, hè. Met liefde. Ja, we verwachten wel leuke stellingen. Ja, ook trouwens. En als je... Sorry, we deden vroeger mocht ik... Ik deed wel eens algemene agendapunten tijdens de koffieshow. Doen we eigenlijk niet meer. Maar ik wil toch zeggen... Als het weekend... Oh, staan we op de Elfancy Fair met de tuk-tuk. Dus als je naar Elfia gaat... Haarzuilens. In Haarzuilens. Haar kom ons opzoeken. We staan in de tent waar alle bordspelletjes gespeeld worden. En dan staan we met Mario Kart. Bij Utrecht, toch? Dus bij Utrecht hier in de buurt. Voor de mensen die in het noorden wonen is het zo van... Haarzuilens, echt 10 minuten rij voor ons. Echt ideaal. Ja, denk dat ik gewoon met de tuk-tuk zelf ga. Ja, dat is toch vet? Eén dikke wheelie trekken. Ja. Dat zou nice zijn. Jongens, bedankt voor het kijken. Geef die like. Tot volgende week.